Gaan we nu over het bekendmaken van de uitslag. En dan word ik als eerste de aanvoerder van nummer 16, Bergentuin. Gefeliciteerd, mag ik dat zeggen? Mag ik dat zeggen? Gefeliciteerd. En ook jij van de nummer 14, Stamos. Gefeliciteerd, aanvoerder van de DHC. Aanvoerder van nummer 10, Schalkhagen. Gefeliciteerd. Ik ben ja, daar kom je aan. Korte applaus graag, de winnaar van de verliezerspoel, SVZW. Gefeliciteerd. Aanvoerder van de nummer 8, DOS 37. Gefeliciteerd. Van de nummer 7, Berken. Dan gaan we graag de aanvoerder van de nummer 6 naar voren, Excelsior in de plaats. Dan de aanvoerder van de nummer 5, O.N. Almelo. Gefeliciteerd en de prijs van de plaats. We gaan naar de prijsuitreiking van nummers 1 tot en met 4. Dan wil ik graag Mark Loos naar voren. Ja, Mark, vaak welkom hier in de naam. Dankjewel. Nummer 6 van de Eredivisie mensen, Mark Loos van Heracles Almelo. En we hebben ook van de spelers die misschien verder niet hebben gewonnen, toch een leuke prijs in huis. Want we hebben namelijk een penalty toernooi gehouden en daar halen we twee prijswinnaars uit. Dus ik wil graag even een tonnetje hebben waar al die loodjes in zitten. Eerst een potje en dan nog dat is Schetjan, Telman en Bergentuin. Schetjan, gefeliciteerd. Van welke club ben jij een fan? Dat komt heel goed uit, want jij bent een rondleiding door het grootste. Met vier anderen. Dan mag je zelf kiezen wie je meeneemt. Gefeliciteerd. En dan mag ik vragen of je nog een woordje wil trekken. Dat is Selma de Ruiter. Pas gauw gaan. Gefeliciteerd. Prachtig punt. Dankjewel. Voor Boer. Of voor Jurgen. Houd de handen in de vraag. Voor Boer. Lekker is dat. Nogmaals, gefeliciteerd. En geniet ervan. Ik wil zelf weer binnen de auto dragen, dat zou lukken. Dan wil ik graag Willem Roepers naar voren roepen. Willem is initiatiefnemer van de stichting Kans voor een Kind.
En zoals jullie allemaal wel weten, is dat het goede doel voor het jaar dat we hebben uitgekozen. En met dank aan burgergevers van vandaag, ondernemers uit Den Haag, maar ook uit andere dorpen, hebben we weer een mooie bedrag bij elkaar. En Mark gaat opschrijven welk bedrag er naar die stichting gaat. En dat is. Even kijken, dat moet. €5.000 voor Stichting Kansvormen. Kansvormen is een stichting waar ik een warm hart toe draag. En ik denk dat die €5.000 heel goed pas komt. Sponsors en andere mensen die dit boven hebben gemaakt, dus een fantastisch bedrag natuurlijk. Ik zal het niet te lang maken, want jullie willen natuurlijk allemaal drinken naar zo'n dag hard werken. We zijn een Twentse stichting die zich inzet voor gezinnen en kinderen binnen Twente, die door wat voor omstandigheden zelfs geen geld hebben om iets te doen. Om vaak kinderen met gezinnen met ernstig zieke kinderen, die wij dus een hart onder de riem steken, een kleine vakantie of andere dingen. Daarnaast ondersteunen wij de drie kinderafdelingen van het ziekenhuis, van het Twentse ziekenhuis, met een geldbedrag. Het is in Nederland zo dat je 30 miljoen naar Afghanistan kunt brengen, maar een laptop voor een ernstig zieke kind vaak niet af kan. En wij ondersteunen SBO-scholen. Ook weer iets waar de school geld voor heeft, maar waar ze nu en dan een kind even iets extra's moet hebben. Dat is het doel van onze stichting. En nogmaals, allemaal hartelijk bedankt. En www.kans voor een kind. Dus ook uit deze regio echt een bijna. En ik zou ook graag willen dat uit deze streek. Dus wij zijn er voor iedereen. Kans voor een kind, www.kansvoorkind.nl. Dus als je iemand weet. We gaan ervan uit dat het geld goed terecht komt en veel succes ermee. Gaan we dan over op de prijsuitreiking van nummers 4 tot en met 1. En de nummer 4 is heel vorig jaar trouwens Stevo. Dat gaat een hele tiende omhoog. Een mapje met foto's en die zal Johannes jullie hebben gegeven. Dan moet nummer 3 om te laten zien voor Hoevelaken. En dan nu de nummer 1, Haasjelle. Voor jullie allereerst een shirtje van een Nederlands elftal. Heel oranje, maar die hadden jullie al. We hebben nog iets. Het lijkt me toepasselijk dat Mark Loos jullie deze prijs aanbrengt. Ja, voor de winnaar. Ik hoop dat jullie allemaal voor Erik best zijn. Ja, nou, dat komt goed uit, maar jullie mogen met het hele team een keer naar Herakles komen. Ja! Hallo, ja. Ik ben hier. En daarbij hoort natuurlijk de Nusselbeek. Ja, we moeten er nou meer onder. Vind je dat, jongens?